Wat? Ik was van het licht wakker geworden. Welk licht? Nou, welk licht denk je? Oh, bloody. Ja. Ik dacht dat het de zon was. Ja, de zon ook, ja. Zo. Goedemorgen, schatje. Ik ben zo nog hoor. Oh, jij lag nog wel lekker te slapen. Oh, het is zo midden in de nacht, schat. Het is 4 uur, ja. Oh, wel te slapen eigenlijk. Ik vind het zo fijn, want ik zei tegen Enzo, oh, ik heb eigenlijk best wel zin om zo vroeg op te staan. En zo, ja, ik ook. En toen dacht ik al, hij praat straks nog onder. Jij bent ook gemeen. Jij bent echt gemeen. Nee, maar jij bent echt fijn met opstaan altijd. Ja, het is 4 uur, dan hoor je ook te slapen. Maar je bent best vrolijk, moet ik zeggen. Ja, kom ik zo vrolijk. Kom door dit gegiegel van jou. Ja, oh, lekker koffietje, schatje. Ga ik zo voor je maken, ja? Dat is wel fijn. Dat is wel fijn, ja. Goedemorgen. Ja, het is wel bijzonder, zo. Ja, toch? Ja, zeker weten. Maar hé. Hey. Doet goed. Ja. Ja. Ik was om 3:30 al wakker, want het begon niet al te schijnen. Ja, klopt. Hij gaat 3:30 voor de wekker gaat hij al schijnen. Ja. Ja, langzaam, dan in 3:30, dan hoor je wakker te worden, word ik niet. En dan bij geluid en bij zijn felste helderheid, dan word ik wakker. Ja, zelfs om 3:45 of zo draaide jij om, hè, met je gezicht naar die lamp toe. Daarom, jij lag met je gezicht naar die lamp. Nee. Besef hoe dichtbij jij bij de zon lag. Ik word gewoon niet wakker, dat ding is ook heet. Nee, grapje. Zo, ik ben echt benieuwd hoe ik omdraai met jou. Ik schrok hem gewoon. Want moet je voorstellen dat je wakker wordt. He, je wordt wakker. Je draait je om. En je ziet iemand zo. Jij zat zo met een serieus gezicht. Dat is best eng eigenlijk. Jij helemaal verward van het geluid. Ja, want ik draai hem om en ik zie jou zo. Tja. Oh, ik was zo normaal, ik had zoveel vragen eigenlijk. Ja, echt grappig. Ik ga nu terugkijken, ja. Ja. En doe je straks maar de intro. Ja. Zo, ik breng deze alvast naar beneden. Hoppa. Moeten we nemen weer naar beneden? Ja, dan staat hij alvast beneden. Maar dan moet het een mooi zin. Ja, maar dat kan beneden ook wel. Oh, oké. Okay. Wauw, schatje. Eet smakelijk. Wat een liefde weer. Ongelooflijk. Kijk dan even een heerlijke cappuccino. En dan, wat zal erop zitten? Hagelslag. Nou, wat fijn. Had je die lieve fjokkenpasta gehad? Nee, dit is perfect. Dit is echt perfect. Ben je er klaar voor? Waarvoor? 3, 2, 1. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Marjo noemt me juist een viespeuk terwijl ik gewoon de intro wil doen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar alsof ik normaal gesproken aftel bij een scheet. Oké, Marjo, klaar voor? 3, 2, 1. Dat doe ik nooit. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. 3, 2, 1 en dan... Vast wel. Dus waarom nu in één keer wel? Ja, weet ik niet. Ben je klaar voor? 3, 2, 1. Schat, heb ik nog nooit gedaan. Geen idee. Zo fijn. Maar we gaan naar Japan vandaag. Ja, leuk dat jullie kijken. Ja, echt super sick. Het is 4:30. Yep. Lijp. Moeten we die ochtendwandeling nog doen? Ik ga straks even kijken waar in de omgeving er als eerste een supermarkt open is. Want dan kunnen we bijvoorbeeld om 7:00 naar de supermarkt. Dat is wel onze ochtendwandeling. Dat is een goeie. Bedankt. Straks is het in Brabant of zo. Nee, volgens mij hier echt in de buurt is, gaat het eentje om 7:00 open. 7:00 al? Ja. Wow. Oké, goed. Ik heb zin in. Ik ben super hyped. Japan. Let's go, baby. Gewoon naar Japan. Ja. Japan. Japan. We gaan vliegen vanuit Schiphol. En we gaan landen op Osaka. Ja. Osaka is de tweede grootste stad van Japan. Tokio is de grootste stad van Japan. Met, als ik het goed heb, 40 miljoen inwoners. Ja, dat is natuurlijk bizar. Want Nederland telt op dit moment 17,9. Dus net geen 18. Doe je 18 keer 2, heb je 36. Nog zelfs dan nog 4 miljoen erbovenop. Ja. Dan pas heb je Tokio. Dat is wel een bizar aantal. Ja, voor een stad.
Ja, dus wat wij bijvoorbeeld heel ver vinden is van Groningen naar Brabant. Maar als je daar zeg maar van de Japanse Groningen naar Brabant gaat, dan ga je waarschijnlijk boodschappen doen. Hè? Zo dichtbij is dat eigenlijk, want het is gewoon veel groter. Ja. Ja, dat is niet normaal. Ook al moet ik wel zeggen, volgens mij is Tokio wel heel erg gebouwd in hoogte. Ja, en niet zozeer in de breedte. Nee, dat gaan we even opzetten. Dat weetje gaan we vandaag even geven. Ja, dus ik heb wel bepaalde aannames. Maar ik ben heel erg benieuwd. We hebben echt heel veel mooie dingen gezien en inspiratie opgehaald van TikTok. Ja. Zoals heel erg vaak als we naar het buitenland gaan, is dat een goede tip voor jullie. Check TikTok. Typ de plek in waar je bent. Je vindt heel veel andere mensen die er zijn geweest die TikToks hebben gemaakt. Er is zelfs iemand geweest die een Google Docs heeft gedeeld. Ja. Met alles waar hij is geweest in Japan. Wat hij heeft gedaan en hoe duur het was en hoe je daar komt. En vervoer en noem alles maar op. Dus die heeft Marion opgeslagen van TikTok. Ideaal. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik op dit moment heel erg veel spierpijn ervaar. In mijn nek en in mijn rug. Van een massage. Zo, van die pittige thai. Zo. Dan heb ik het niet over eten. Het zou wel bijzonder zijn als je thuis eet en dan helemaal spierpijn hebt. Ja, dat is echt. Marion had gisteren een zwangerschapsmassage. Ja. Eigenlijk is dat gewoon relax kneden. Want je mag niet echt hard vol gas. Nee, je kan ook niet meer echt op je buik liggen. Zo. Je moet een beetje in ongemakkelijke houding liggen. Ja, precies. En ik had gewoon echt een pittige Thaise massage. En ik moet zeggen, mijn nek, joh. Zo, dan voel ik nu de klap wel even binnen, zeg maar. Oei. Maar goed. Ja, let's go. Laten we even lekker ontbijten. En dan daarna gaan we aan het werk. En dan gaan we wel lopen even bij de supermarkten. Ja, even gewoon de laatste dingetjes doen nog. En wakker blijven, hè? Precies. En als we gaan vliegen, lig je uit. Ja. Goed plan. Zo, daar loop je dan lekker in de tuin, dames en heren. Om 5:00 in de ochtend. Je hoort de vogeltjes al een beetje fluiten. Heerlijk zeg. Wow, ik ben gewoon lekker wakker. Heerlijk. Loop je dan met mijn koffertje onderweg naar de studio om even mijn laptop in te pakken. Camera in te pakken, GoPro'tje te pakken, batterijen, overzetstukjes, opladers. Noem alles maar op. Het enige wat we nog nodig zijn is een tussenstukje. Dus een stekkerstukje voor Japan. Want hier in Europa hebben we allemaal dezelfde stekker. In Engeland heb je dus ook een stukje nodig. En in Japan dus ook. En in Japan heb je volgens mij ook een soort van Amerikaanse tussenstuk stekker dingetje nodig. Check hoe vet deze trouwens is hier. Boep, boep. Nieuwe collectie, dames en heren. 24 januari om 12:00. De nieuwe knolpauwen collectie. Zet het in je agenda. Marion is er klaar voor. En ik ook. Het is 6:50. En om 7:00 gaat de winkel open. Dus we gaan even lekker wat boodschapjes doen. Hoppa. Chico. Voilà, schatje. Daar zijn we dan. Yes. Even lekker boodschapjes doen op de vroege ochtend. Ik heb volgens mij nog nooit boodschappen gedaan om 7:00 in de ochtend. Nee? Nee, volgens mij niet. Nou, ik ook niet vaak hoor. Heel veel supermarkten zijn inderdaad nog niet eens open om 7:00. Nee, precies daarom. Zo, dit is wel heel erg chill boodschappen doen zeg. Niet normaal. Het is 6:01 en om 7:00 gaat die open, dus... Ik denk heel eerlijk gezegd dat heel veel moeders zo ook wel zo vroeg gaan. Als de kinderen nog slapen, dat ze dan denken, nu ga ik boodschappen doen. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Wauw, hij is gewoon open. Wat? Is perfect. Ja. Deze doet het ook nog. Oei, joh. Wat ga je meenemen in het vliegtuig? Nou, gewoon een lekkere worst. Lekker stuk worst, zit je daar in het vliegtuig met zo'n dikke worst in je handen. Zo. Zo, dat zal ook stinken zeg. Ja, dat is niet nice. Dat is niet nice. Weet je wat wel nice is? Ja. Een stuk kaas. Ja. Schatje. Wat niet dan? Straks gaan mensen die kopen en die moeten nog... Oh, kijk uit. Goed, je was zwaarder dan je dacht. Ik viel ook weer tegen je. Je viel tegen mij aan, daarom weet ik niet of ik het goed filmde, want ik ging helemaal zo. Oh, sorry. Kaas. Ja, en het ruikt hier lekker naar brood, dus ik wil sowieso broodjes. Sowieso lekkere verse afbakbroodje halen. Ja. Ja, echt heel erg nice. Maar
kaas ook wel lekker. Maar ja, wat eet je in een vliegtuig? We hebben nu deze. We krijgen natuurlijk gewoon eten daar, hè. Maar gewoon inderdaad even, ook even wat reepjes of zo. Hoe lekker. Ja. Ja, en wat ik nogal moeilijk vind om te geloven, maar Wouter en Misha zeiden dat ze in Japan niet echt van die snacks hebben zoals in Nederland. Nee. Zoals ja, van deze snacks, beschuitjes, rijstwafels, sultana koekjes. Ze hebben alles in het Japans, logisch. We zijn in Japan. Ja, maar ik denk toch wel dat ze dat hebben, eerlijk gezegd. Ja, ik bedoel, Snicker, ja. Twix. Ja, of ja, iets wat erop lijkt. Lees, ja. Doritos, dat zou je toch uiteraard wel hebben. Ja, ja, en je hebt sowieso ook Amerikaanse winkels daar. Dus dan moeten ze het daar wel hebben. Ja. Want ze hebben ook gewoon een Starbucks of zo. Het is niet wist dat je, nee, trouwens? Nee, dat wist ik niet. Dat Japan een van de duurste landen ter wereld is. Echt? Ja. In wat? In valuta, koers. Oh, ja. Maar niet in levensmiddelen, want omgerekend kan je heel goedkoop uit eten. Oh, maar het schijnt een van de duurste landen. Dat stond letterlijk op. Ja, ik googelde. Oh, yen is dan gewoon. Ja, yen is duur. Dus ik googelde Japans geld. En toen stond er: Japan is een van de duurste landen ter wereld. Oh, maar oh, ik had het. Wouter en Moïse zeiden dat ze met z'n tweeën sushi gingen eten. Wat in Nederland nou ben je zo ja, 50 euro kwijt. Ja, maar voor geld is anders. Ja, dat is anders. De koers, ja, het schijnt duur te zijn. Oké. Okay. Nou, zoek eens op Google dan nu. Want nu begin ik te twijfelen door jou. Is Japan duur? Typisch in Japans geld. Er staat hier ook heel mooi in beeld kaas. Kaas? Ik ben ook klant. Niet veel kaas. Reizen in Japan duur? Japan is een van de duurste landen ter wereld met de munteenheid yen. De wisselkoers is op dit moment 117 yen voor 1 euro. Omgerekend 85 cent. Dus voor 100 yen. Ja, daar staat dus een van de duurste landen ter wereld. Ja. Gaan we meemaken? Ja, we gaan sowieso dus voornamelijk betalen met creditcard. Maar we gaan ook geld inleveren en dan, of geld pinnen en dan yen krijgen. Ik vind het sowieso leuk om even de geldbiljetten van Japan in mijn handen te hebben. En even te kijken hoe dat eruit ziet, hoe het voelt, hoe groot het is. Je hebt bij elk land weer verschillende grote biljetten en zo. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Weet je wat ik zo mooi vind? Het is de eerste keer dat we dus zo vroeg boodschappen doen. En gewoon iemand bij de bakafdeling die zei... Zo, jullie zijn er vroeg bij. De eerste keer dat we vroeg boodschappen doen en het wordt al gezegd. Ja, Marvin is wat dat betreft echt een vroege vogel. Maar ik denk niet dat ze dit hebben in Japan. Dus het is wel een goeie dat je dit meeneemt. Dat is lekker. En Marvin is wel een vroege vogel vanuit haar schaatsverleden. Van hè, vroeg opstaan, trainen en zo. Maar ik daarentegen, nee, ik zo lang mogelijk in bed het liefst. Wat denk je, schat? Kratpils? Ja. Kunnen we dat meenemen in het vliegtuig of niet? Ja. Nee, we hebben lekkere chippies. Dit vinden we ook wel ideaal, van die Pringlesbussen. Die gaan wel echt helemaal uit... Hoe zeg je dat? Dik worden, zeg maar, van de druk. Maar... Dat is wel lekker. Dit is ook ideaal voor onderweg. Zullen we deze halen, schat? Nee, eventjes geen Fortnite voor mij. Maar als je iets koopt natuurlijk bij Fortnite met 4 bucks, dan support de creator code, hè? Knolpower, je weet het. Een tasje gevuld met allemaal lekkere nijen. Hoppakee. Heerlijk. En we hebben nu voor in de auto iets. Croissantjes. Helemaal warm. Lekker. Vers van de pers. Heb ik een croissantje in de auto gegeten? Ik denk het wel. Was ook echt super lekker. Ik zei tegen mij, de auto moet toch nog helemaal schoongemaakt worden. Dus we gaan gewoon lekker croissantje eten in de auto. Mm. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke lekkere croissantjes gegeten. Meen je niet? Omdat ze net vers afgebakken zijn. Die kaas is nog helemaal... smeurig. Die Hollandse kaas. Ma. Ja, echt fijn. Lekker hoor. Dit was echt een vibe hoor, om boodschappen te doen om 7 uur in de ochtend. Ja, zullen we dat vaker doen? Dat is echt nice hoor. Kun je dan boodschappen doen in één keer wel leuk? Ja, nu hebben we echt een momentje met z'n tweeën. Het was wel echt heel rustig, we waren bijna de enige in de supermarkt. Ja, dus er wordt door niemand lastig gevallen. Dat is zeker waar. Dus het was echt met z'n tweeën gewoon een beetje kletsen, weet je. Ja, ja. Echt een goede vibe hoor. Zeker. Ik heb genoten. Ik ook. 17-10. Drie. Jij zegt wel grapje, maar je bedoelt het niet. Wacht. 3, 2, 1. Ja, dat heb je nu wel een keer eerder gedaan, dus. Doe jij eens even een keer poepie dan. 3, 2, 1. Nou, heb ik het toch een keertje gedaan, omdat Marvin dat graag wilde. Jeetje. Croissant. Croissant? Ja, croissant in mijn mond. Tussen je tandjes. Mm. Weet je wat best wel gek is om te doen? Als je in de spiegel kijkt en je doet zo.
Zie je dat? Die aderen onder je tong. Mm-hmm. Dan lijk je wel een slang. Sommige mensen hebben zo'n spleten. Maar laat nog eens zien. Nee, wil je het bij mij goed laten zien? Kijk, let op. Ik heb echt hele heftige aders. Ja. Ja, het is verdarie. Dat is gek, hè? Dat is gewoon eigenlijk heel normaal. Mm-hmm. Ja, aders. Ja, je hebt sowieso wel heftige aders. Die zie je altijd wel duidelijk. Ja, dat is best wel bijzonder. Ja. Maar sowieso, als je gaat nadenken hoe een mens in elkaar zit, qua lichaam, bloed, water. Wij zijn gewoon een soort van futuristische komkommer. Best wel gek, hè? Goed. Maar als je ziet hoeveel, daar heb ik een keer gehoord, DNA overeenkomsten we hebben met een komkommer. Of nee, ik bedoel qua water. Ja. Hoeveel water een komkommer heeft en bij. Ja. Maar hoeveel DNA overeenkomsten we hebben met een aap. Ja, dat is heel veel. Dat blijft nog steeds verbazen. Ja, maar dat is toch cool? Dat is zo bijzonder. Dan denk ik altijd weer aan die ene foto van een aap naar een mens. Die evolutie. Ja, zo. Vet hè? Die zag ik ook altijd in de geschiedenisboeken en zo. Ja, klopt. Vind ik nog steeds zo gek. En dan in één keer van een aap zo steeds groter. Steeds groter, rechterop. En uiteindelijk heb je een speer in je handen. Ja. Klopt. En dan zo'n jungle Tarzan rokje. In de ochtend heb je wel dit soort gedachten, hè? Ik heb ook nog nagedacht over het Romeinse Rijk. Ik ga even deze camera wegleggen, oké? Ik heb ook nog nagedacht over het Romeinse Rijk. Nou, gefeliciteerd. Ja. Hoe krachtig en hoe groot zijn we daar? Oké, super. Ja, en? Hé, fijne dag, hè? Ik ga verder met inpakken. Ik moest ook nog denken aan Adolf Hitler. Ja, wat hij allemaal heeft gedaan. Ja. Wat is dat toch voor gast? Ja. Dat is toch bijzonder? Nou, ik ben blij dat je hier allemaal even over nagedacht hebt. Dat gaat wel allemaal door mijn hoofd heen. Dat ik denk... Ja. Dat ik denk, wat? Dus ja. Diepe zucht. Heftig. Ja. Ik heb een traan in mijn ogen. Ja. Serieus. Oh. Wil je nog een koffietje? Wat ga je nou huilen? Ja. Waarom? Het is heftig allemaal, hè? Ja. Doe even. Ja, serieus. Vind je het spannend om weer te vliegen? Nee, niet spannend, maar het is toch heftig als je erover aan denkt en zo. Wat er allemaal gebeurt op de wereld. Ja, dat is echt zo, schat. Dat is echt bizar eigenlijk, ja. Hè? Het is zo stom. Wat voor privileges we eigenlijk hebben als Nederlander hier in dit kikkerlandje. Zeker. Gaan we straks ook weer achterkomen als we dan weer een paar dagen in Japan zijn. Hè? Of het dan weer zo fijn is om terug te zijn. Maar daar ben ik wel echt heel erg dankbaar voor. Om daar nu bij stil te staan. Want soms zeg ik wel eens van ja, waar ik vandaan kom. En dat ik vroeger niks had. Maar voor... ons Nederlanders niks hebben, mm-hmm. is weer heel anders dan voor mensen bijvoorbeeld in een oorlogsgebied niks hebben. Ja, tuurlijk. Dus dat zijn allemaal verschillende standaarden. En om dan zo te beseffen, niet met een Z, maar met een S, te beseffen, ja. Wat je dan... Want ik ben heel erg trots met alles wat ik heb opgebouwd en wat ik heb bereikt en wat ik heb behaald. En hoe we nu kunnen leven is super bijzonder. En dat begrijp ik ook heel goed, hoe bizar het is wat we hebben neergezet, wat we kunnen kopen. Dat we dus naar Japan kunnen, dat we op wintersport kunnen. Dus ik vind het ook heel erg mooi om dat te filmen en om te delen met jullie en om te laten zien... hoe gelukkig we hiermee zijn en dat we dat kunnen delen met jullie. En we proberen ook altijd de ervaring zo over te brengen aan jullie, dat je mee kan gaan op reis en dat je mee kan gaan op wintersport. Want ik heb vroeger altijd gezegd van wow, jij gaat op wintersport? Wow, bizar op wintersport. Wow, dan moet je echt geluk hebben hoor. Want ja, mijn moeder heeft het geld niet om wintersport te gaan. Wij gaan gewoon met geluk op zomervakantie ergens naartoe. Dus om dan nu, snap je, al die reisjes te maken en zo. Snap ik. En dan heb ik weinig geslapen en dan is het nu zo in de ochtend en dan denk ik zo aan al die dingen. Wow, dan kan ik gewoon huilen. Dat is gek toch eigenlijk? Ja, dat is wel lief. Dat is, dat hit even wel, een besefmomentje, man. Dat hit wel, man. Okay. Dat is wel echt bizar. Pak jij de camera. Weet je waar ik nu ook in één keer aan denk? Nee, pak jij die camera maar. Oh. Doe maar zelf vertellen. Ik heb last van de rug, schrijf met de camera, man. Ja, Marion heeft last van de rug, dus dan snap ik dat wel. Dan is die camera zwaar, hè? Dat beseffen veel mensen niet. Maar altijd als mensen vragen, en dat is echt, die vraag heb ik nu gehad trouwens. Dat hoef je niet meer te doen. Want er was echt een tijdje een vraag, mag je vlogcamera even vasthouden? En dan gaf ik mijn camera aan hun en dan zo, die is zwaar. En dan, toen werd dat elke keer gevraagd. Toen moest ik elke keer mijn camera weggeven. Maar totdat één iemand hem liet vallen. Ja, en toen was ik echt bijna de lul. Ik dacht, ja, stel voor hij valt. Ja, wat ga ik dan doen? Dan ga ik niet vragen aan diegene, je gaat nu betalen. Dus mijn camera is van mij en die hou ik in mijn eigen handen. Die geef ik niet meer weg.
Maar hij is wel echt zwaar, dat is wel echt zo. Dus het is, als je last hebt van je rug en je bent zwanger, is het niet fijn om zo vast te houden de hele tijd, zo of zo. In ieder geval, ik heb hier nog een papiertje. Dit moest ik nog eventjes meenemen, moet ik nog even regelen in de studio. Dus die doe ik hier zo in mijn zak. En het is nu 8:15. En het is tijd om weer de studio in te duiken en me klaar te maken voor de laatste dingetjes. Zoals een muis, laptop, overzetstukjes. Ik heb alle batterijen heb ik al aan de lader gedaan. De meeste batterijen heb ik al in de tas zitten. Ik heb een nieuwe GoPro gekocht voor deze reis. Ik kwam er net achter dat op mijn Insta 360 camera, wat een hele vette camera is, dat daar krassen op zitten. Nice. Ik heb geen idee waarom, want ik haalde hem uit de hoes en ik zag krassen en ik dacht, huh? Wanneer? Hoe? Dus dat was wel even een beetje balen. Dus ik weet niet of ik daar mooie beelden mee kan maken. Maar hoe dan ook, we hebben er super veel zin in. We zijn ontzettend hyped. Yeah. Let's go. Echt nice. Dit is jouw outfitje, maar die is echt nog te nat. Die ga ik in de droger doen. Ja, maar ik wil denk ik die grijze broek aan. Die is een swag. Die grijze die ik gisteren heb gekocht, die is echt nice. Nee, maar dat zit niet lekker. Oké. Okay. Je moet 12, bijna 13 uur liggen. Ja, goed. Lekker outfitje. Dat is wel chill voor de reis. Dat klopt. Zo, ik kom van de studio en het is echt gek om in het donker daarin te gaan en dan al zo lang wakker te zijn en dan nu naar buiten te gaan en in één keer dat het daglicht is. Het regent, het is een beetje slecht weer. Ik ben benieuwd hoe het in Japan is. En check wat ik nog eventjes tevoorschijn heb gehaald. Huh? What? Die had je gewoon. Nice, hè? Maar ja, beter. Dan hoeven we er nog maar 3 te halen. Ja, dus we hebben in ieder geval 1 converter. Deze is voor Japan, als het goed is, goed. Heel nice. Want hier heb je UK staan. Kijk. Ja, we moeten USA hebben. Ja, UK, Europe en USA staat er. Australië. Dus je kan gewoon van alles switchen, zeg maar. Heel nice. Zie je? Daar zitten we dan, dames en heren, bij de auto van Bas in. Damn. Lekker hoor, kijk hem rijden in zijn BMW. De eerste keer dat jij meerijdt. Ja, eerste keer inderdaad, ja. Ik heb er alleen even ingezeten, maar nu lekker op de snelweg. Mayan in de back. Ben je er klaar voor met je nieuwe outfitje? Zeker. Nice, we komen echt mooi op tijd. We gaan Wouter en Marisa meeten. Een soort van all you need is love at the airport. En dan gaan we lekker slapen. Ja, ik heb wel zin om te slapen hoor. Als ik nu ga liggen, ga ik slapen. Ja, ik ook. Dus daarom moeten we nu even wakker blijven. Dus als jij lekker muziek op kan zetten. Ik ga even lekker muziek op. Dan gaan we lekker muziekje luisteren. En dan onderweg naar de airport, baby. Zoveel zin in. Wauw, wat wel heel gek is, is dat we dus 1 uur in de middag gaan vliegen, Nederlandse tijd. En dat we dan morgenochtend 9:30 ochtends Nederlandse tijd daar aankomen. Nee, Japanse tijd. Japanse tijd? Oh, wat is dan Nederlandse tijd dat we daar aankomen? 8 uur eerder. Oh ja, gewoon 13 uur. Wat? Nou, ik ben nu al in de war met de tijden. En het wordt ook gewoon even afvragen wanneer gaan we dan de vlog afsluiten. Omdat wanneer gaan we weer de nieuwe vlog beginnen. Dat wordt eventjes wennen. Maar daar komen we wel uit. Het is nu 7:20 in de middag al in de avond in Tokio. Ja, het is nu 7:20 in de avond in Tokio. Nou ja, we gaan er wel uitkomen. Komt helemaal goed. We nemen jullie mee op reis. Oké, okay, zijn we Schiphol. Let's go baby! Schiphol! Ik ben moe. Ik ben echt kapot moe. Ik moest net zo echt 6 keer roepen om hem te zorgen dat hij was bleef. Ja, jij zat alleen maar zo. Je hebt wel 100 euro boete gekregen. Je hebt 100 euro boete gekregen, waarom? Omdat ik zei, als je gaat slapen krijg je 100 euro boete. En toen zei ik van, later, toen vroeg ik van, ben je aan het slapen? Toen reageerde hij niet. Zei jij 100 euro boete en reageerde nog steeds niet. Dus ja. Ik heb heel even mijn ogen dicht gedaan. Ja, je hebt maar dat was even een lange knipper. Mini power napje gedaan. Yo Bas, dankjewel voor het brengen man. Ja, geen probleem. Veel plezier bro. Bij mij thuis bro. Ja, dat gaat echt goed komen. Ja, Noël komt langs, vrienden komen langs. Nice. Lekker poelen, flipkasten, gamen, chillen. Werken, vlogs editen. Ja bro. Dat wordt echt even weer op de grind. Maar wel nice hoor. Gewoon even geen afleiding van niemand niet. Dus daar heb ik echt wel zin in. Ja, beter. En sowieso op jouw huis passen, of eigenlijk jullie huis. Huispassen is altijd zo lekker rust geeft. Dan moet het op mezelf komen. Een soort therapie voor mij. Nice. Oké, schatje, uitstappen en gaan. Let's go! Let's go! Hey, good morning. How is life? Top, zit erachter. Nice, hoor je joh. Ja, tuurlijk. Wat een vraag, tuurlijk. Jij? Ja. We hebben even een lekker broodje gehaald, dames en heren. En hier hebben we Wouter ook nog eens even zitten. Ja.
Goedemorgen, baas. Goedemorgen. Lekker geslapen. Ja, heerlijk. Voelt niet ja. als morgen, bro. Heb je echt doorgehaald? Nee, we hebben niet doorgehaald, maar we waren om 4 uur 's ochtends wakker. Ja, en we sliepen om 12 uur, dus we hebben 4 uur geslapen. Maar jullie gaan straks lekker slapen. Ja, ja, sowieso. Lekker, ja, man. We hebben er zoveel zin in, dat is echt niet normaal. Hebben jullie alles mee? Niks vergeten? Alles mee. Want soms ga ik op reis en dan ben ik op het vliegveld en dan weet ik al, dit ben ik vergeten. Nee, we hebben echt, ik denk dat we deze keer voor het best voorbereid hebben. Ja? Ja. Wow. Gewoon echt alles mee. 10 keer. Ook die converter opladers. Tuurlijk, 3. Ja, daar gaf Maisha trouwens ons als tip, dus tuurlijk hebben jullie dat mee. Nice, ja, wij hebben er eentje. Leuk, man. Ja, super veel zin in. We zijn nice. Mama. Ja. Heb jij een lekker bolletje voor mij? Ja, met hagelslag of chocopasta? Doe maar hagelslag. Dat is dan de laatste. Oh, echt? Ja, want ik doe dan maar chocopasta. Nee, want ik heb dan ook... Dan kan jij die hagelslag bewaren. Nee, die heb ik al gehad. Oh, lekker hoor. En de hagelslag is nu nog wel lekker. Want anders wordt het straks een beetje zacht. Mm. Welkom broer. Dankjewel. Heerlijk. Je mist wat hoor. Ja, ik weet het. Echt lekker. Nou, de vlucht is vertraagd, maar volgens mij niet heel lang. Het was iets van een half uurtje of zo. Dus valt mee. Oké, daar gaan we, dames en heren. Let's go, baby. Oh, dat is al een rij. Oh, dit duurt nog even. Oh, lekker slapen. Wat heb je, schat? Ja, we hebben een serieuze slabbertje gekregen. We hebben een slabbertje gekregen? Ja. Echt? Ja. Wat staat er? Wij wensen jullie... Goedemiddag. Ze hebben gewoon gekeken. Oh, dat is wel een uniek slabbetje. Ja, die moeten we wel bewaren. Ja, zeker weten. Geniaal. Dames en heren, misschien hebben jullie het al gezien, maar het is voor ons echt eventjes next level reizen deze keer. Ik heb ook tegen Marion gezegd, wij gaan nu een van de laatste reizen maken met z'n tweeën. We gaan goed uitpakken. Naar Japan was onverwachts, maar business class nu hadden we dus geboekt. Omdat ik tegen Marion zei, we gaan gewoon luxe vliegen. We gaan het een keer ervaren met z'n tweeën hoe het is. En holy shit, jongen. Het is echt zo ziek. Het is zo ziek. We hebben dus net dat slabbertje gekregen wat ik liet zien. Ja, ik zit elke keer hier op te leunen, maar ik druk van alles in hier. Dus mijn stoel die gaat heen en weer, lampje gaat aan en uit. We hebben zojuist eventjes wat te drinken gekregen, namelijk een jusje. Oh, lekkere sokjes. Zit er gewoon sokken in. Maar er zit ook een tandenborstel in en ik zat hier nog te twijfelen. Is dit tampsta? Nee, dat zit ook hierin. Wat is dit dan? Dit is gewoon een handgel. Tampstaatje. Ja, dit is echt niet normaal. We hebben hier een soort van, wat is het? Een soort van controller. En als we hier drukken op release, kijk, 1, 2... Hallo TV. Dit is zo ziek, dames en heren. Dit ik echt, ik weet niet wat ik meemaak. En dan kan ik hier op die knopjes drukken. Kan ik even zo checken wat ik wil kijken. Het is echt niet normaal. Het is echt heel ziek. Holy shit. Deze weer even in. Zo, deze weer terug. Deze moet je controleren. Hoppakee. Oh, zit hij goed zo? En even kijken, hoe lang zijn we onderweg? 11 uur en 40 minuten. Dat valt echt mee, hè? Ik vind het ook wel meevallen, ja. Ja, wat, dus hier zitten al die spulletjes in? Ja, dan kun je gewoon tanden poetsen, schone sokken aan. Er zitten lippenbalsen, wat ik net heb opgedaan. Wauw. En dit is van die hand sanitizer. Dat is ook echt super. Oh, ik klik ook weer. Ja, je klikt dan een... Ja. Oh, Yatzee, weet je dan in New York? Klopt, hebben we dat ook heel veel gespeeld. Ja. Sowieso, de ruimte hier is echt ziek. Het is echt niet normaal. Oh, ik ga zo lekker slapen. Ik word kussen gekregen. En als ik hier nu even ga zitten, druk op dit knopje. Ja, dan heb je hier bedstand en zitstand. En als ik dan bedstand ingedrukt haal. Ik ben weg hoor straks. Ja, dat weet ik. Deze heb je achter. Vooral jij. Jij kan echt heel goed op je rug slapen ook. Ja, super fijn. Heerlijk. Ik lig namelijk altijd alsof ik al in een kist lig. Ja. Dus dit is, kijk, mijn benen gewoon gestrekt. Hè. Ja, die gaan helemaal zo daaronder. Ja. Kijk, je gaat er nog verder naar achter. Schatje. Maar vaak, hoe ik serieus vaak in slaap val, is zo. Ja, met zijn handen zo, klopt. En dan ligt die ziek te snurken ook. Oei, joh. What the fuck? Maar we gaan eerst even wachten op het eten en daarna gaan we echt slapen, denk ik. Ja. Oh, dit is echt niet helemaal. Die wil even opdrinken, want die hadden ze net, waren ze net al aan het ophalen, die glazen. Hoppatee. Yeah. Mooi, dit is echt niet normaal, hè? Echt lekker. Dat je gewoon kan liggen tijdens het vliegen. Ja. Dat is echt next level. Dat is echt bizar. Ik denk dat ik hem even omhoog moet doen zitten voor het vliegen. Ik denk het ook. Even een gordeltje om. Dit is echt bizar. Dit is echt next level.
Dus we gaan heerlijk genieten van deze super comfortabele vlucht. Yes. Zo nice. Schatje, weet je wat mooi is? Zitten we dan business class met onze eigen bolletjes. Ik kan best wel trots zijn. Echt hè? Heerlijk hoor. Eigen bolletjes mee in de business class. Lekker. Hier kom ik pas net achter door Myron. Maar je kan dit dus openklikken hier. En dan heb je dus serieus voor tanden poetsen. Heb je hier een spiegeltje. Kijk dit dan. Wat? Flesje water. Oh, er ligt hier gewoon een headset met noise cancelling. Yo, dit is echt een hele andere wereld, hé. Dat is echt niet normaal. Dus hier gaan we lekker tanden in poetsen. Wow, dat is fijn, hé. Oh, wat nice. Kijk, ik heb hier een dekentje gepakt. Dat is ook wel lekker voor straks. En dan hier, als ik op dit knopje druk of zo, hoe gaat dit? Ja, kijk, dan komt deze. Zo. Dan kunnen we lekker smikkelen. Dat is ook fijn, hoor. Maak ik allemaal weer mee, joh. Bizar. Waar is dit knopje voor? Oh, voor omhoog en naar beneden. Nou, dat is het wel zo'n beetje, denk ik, allemaal, dames en heren. Marjan is het minuutje aan het doorspitten. Daar gaan we, schatje. Wow, joh, we gaan opstijgen terwijl ik hier met mijn benen gestrekt lig. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Kijk dan. Hoe dit eruit ziet. We gaan nu de lucht in op dit moment. In de lucht. En we vliegen al. Wauw, niet normaal. Echt niet normaal dit. Jeetje mina. En wat we hier kunnen zien trouwens. Boink. Hier heb je dus de planning voor de vlucht. Dus zoals ik al zei, 11 uur en 40 minuten in totaal. En dan kan je hier op dit icoontje drukken en dan zie je dat je hier drinken krijgt. En dan daarna krijgen we eten. En dan heb je dus een paar vakjes niks. Nou, dan kan je halverwege nog drinken krijgen. En dan krijg je in de ochtend, voordat we landen, krijg je weer ontbijt. En dan daarna zijn we geland. En we komen aan om... Of nee? Oh, ik snap er helemaal niks meer van. Maar we gaan gewoon vliegen. En dan zien we het wel. Besteld. Oh, nu wil ik slapen. Doe jij lekker slapen, hè? Ik lag zo lekker. Oh, fijn schatje. Geniet ervan. Maak je straks wel wakker bij het eten, ja? Nou, dames en heren, het is zover. We hebben wat lekkers te drinken gekregen. We konden daarbij kiezen bij een lekker stukje kaas of wat nootjes. Nu wisten we niet van elkaar wat we gingen bestellen. Marjan die werd wakker gemaakt om wat te bestellen. Dus we hebben allebei nootjes gekozen in plaats van kaas. En we hebben allebei appelsap gekozen. Hoe dan? Ik heb helemaal niks bij jou gehoord, jij niks bij mij. Nee. En in één keer hebben we precies hetzelfde hier staan. Zo. Ja, maar die nootjes zijn lekker ook, hè? Oh, heerlijk. We hebben zojuist het eten gekregen, dames en heren. We beginnen met carpaccio. Geloof je dit? Carpaccio. In het vliegtuig. Dat is toch niet normaal. Kijk dan, dan kan je zo lekker heen en weer schuiven. Ik heb de stoel zo ver mogelijk naar voren geschoven. Zodat Marjan en ik gezellig elkaar kunnen zien tijdens het eten. Boah, dit is echt niet normaal, hè? Ik heb een wortelsoep. Nou, Marjan heeft een wortelsoepje. Ik weet niet of het lekker is. Ik denk het wel. Eet smakelijk, schatje. Smakelijk. Dan gaan we, lekker smikkelen. En dan nu is het tijd voor het hoofdgerecht, dames en heren. We hebben hier iets van kip, kippendijen met rijst en iets van jus of zo. Ja, het is echt lekker. Ben je aan het knoeien? Nieuwe pakje. En ik heb gewoon een glas met ijsklontjes en een blikje Fanta gekregen. Het is echt niet normaal. Echt, echt bizar. Ik ga hier lekker avondeten. En dan daarna is het tijd om lekker te gaan slapen. Want dan kan ik denk ik nog iets van 8 uur slaap pakken. En dan is het ochtend en dan zijn we geland. Dus laten we hopen dat het lukt. Dan zijn we morgen helemaal fris en fruitig. Dames en heren, ik ga genieten van mijn dessert, het toetje. Kijk hoe dat eruit ziet. Het is werkelijk waar niet normaal wat we nu meemaken. Echt heel erg bijzonder. Ik ga
dit opeten, ik ga ervan genieten en dan ga ik heerlijk slapen. Het is op dit moment 12 uur in Japan, dus een mooie tijd om mijn oogjes dicht te doen. En dan over 7,5 uur of zo, 8 uur, gaan we landen. Dus ik hoop dat ik dat helemaal volledig ga uitslapen. Dat zou echt heerlijk zijn. Dan hebben we gewoon echt een goede dag. Bedankt allemaal voor het kijken. Het is echt super sick, heel apart om nu de vlog af te sluiten in het vliegtuig. Maar het zit er voor vandaag op. Shout-out aan jullie allemaal. Vergeet niet even een duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette.